We hebben Samskip benaderd als expert binnen het multimodale om met ons mee te denken waar we trucs van de weg konden halen en alternatieven konden gebruiken in plaats van wielen. We zijn daar in 2012 mee begonnen. Elk jaar hebben we daar eigenlijk wat aan toegevoegd en als laatste onderdeel hebben wij onze intermodale setup naar Turkije toegevoegd en die heet Greenbridge. En daarbij is een stuk rail en een stuk ro-ro ferry wordt verbonden aan elkaar. En wij verbinden daarmee Duisburg met Istanbul. Turkije is voor ons een belangrijke groeimarkt met enorm volume. Waar we traditioneel alles per vrachtwagen vervoerden. En recentelijk zijn we daar met Greenbridge begonnen om een gebruik te maken van een multimodale oplossing. Ja, het was een nieuw iets en daar zit al een stukje onzekerheid aan vast. En daar zijn we denk ik op een goede manier mee omgegaan door met elkaar de discussie aan te gaan van goh, wat is de backup op het moment dat er iets gebeurt. Op het moment dat we problemen hebben met de multimodale oplossing kunnen wij overschakelen naar wegtransport. En daarnaast hebben we ook een backup in de vorm van wegtransport om eventueel urgente zendingen zo snel mogelijk in Turkije te kunnen krijgen. Dus modaliteiten kunnen juist naast elkaar staan, kunnen synchromodaal van elkaar opereren. Die combinatie werkt perfect. Tegelijkertijd moet ik ook bekennen dat we steeds minder gebruik maken van de trucoplossing. Omdat het multimodale eigenlijk vandaag de dag zo ingesleten is bij ons in het planningsproces. Dat het nog maar zelden voorkomt dat we echt dingen buiten multimodaal omdoen. In eerste instantie hadden wij verwacht dat we 10% van het volume nog over de weg zouden moeten doen. Ik kan met trots zeggen dat blijft ver onder de 3% tot vandaag. Dus dat gaat goed. De besparing op het gebied van CO2 kunnen we kwantificeren. Dit is een 50% reductie aan CO2 ten opzichte van het wegtransport. In absolute termen is dit 6,5 ton aan kilogrammen CO2. Het succes tussen Samskip en Nutricia zit hem in aan de ene kant een goede basis. Dus betrouwbaarheid, continuïteit zijn daar belangrijk in. Een kwalitatief hoge dienstverlening. Maar ook continu een drive bij beide bedrijven om vooruit te willen gaan. Ja, we staan hier op de RSC. We staan hier omdat de containers van Bavaria die met Samskip vervoerd worden, hier op de trein worden gezet richting Milaan. We hebben samen met Samskip gekeken naar het voortransport, om dat op een andere manier in te richten. En vandaar dat wij ook tot een samenwerking zijn gekomen om de containers vanuit Lieshout, om die via de terminal in Veghel op het water te zetten richting Rotterdam. Dan komt het aan hier op de RST en vervolgens gaat het naar de RSC. En van de RSC wordt het per trein naar Milaan gebracht en daar wordt het uitgereden naar de ontvanger van Bavaria. Nou, we doen ongeveer 2000 containers op jaarbasis richting Italië. En we zien nu, omdat de flow naar ons eigen warehouse is, waardoor we dus kunnen spelen met de voorraad, dat we bijna 100% via de nieuwe methode naar Italië vervoeren. Het grote voordeel van de Italië-flow, zoals we die nu opgezet hebben, is de CO2-besparing. En aan de andere kant het operationele aansturing die makkelijker gaat. De synchromodale transportoplossing van Nederland en Italië voor Bavaria is kostenneutraal. Er zijn echte belangrijke voordelen. Denk aan beschikbaarheid van voldoende equipment, capaciteit, betrouwbaarheid en vooral ook milieuvriendelijkheid. Ja, Bavaria heeft als eerste brouwer de tweede Lean & Green Star behaald. Het programma kijkt dan verder dan alleen puur de CO2-besparingen, maar kijkt ook naar innovaties en samenwerking in de keten. Ik denk het stukje wat we met Samskip hebben opgezet richting Italië en de UK, door gebruik te maken van het water, dat een goed voorbeeld is van ketensamenwerking, waarbij je elkaar opzoekt en elkaar versterkt door dit project op te starten. De toekomst voor synchromodaal transport zie ik zeer positief in. Ik denk dat het goed is dat we met z'n allen werken aan een verdere verduurzaming van transport en logistiek. Zelf denk ik dat we pas aan het begin staan. Kijk naar cases als Nutricia en Bavaria.
Zo moet er nog veel meer mogelijk zijn. En hier moeten we met z'n allen hard aan gaan werken de komende tijd. Ik zie een hele grote toekomst voor synchromodaal transport. Ik verwacht dat er steeds meer mogelijkheden worden om bepaalde stromen met elkaar te combineren. Waarbij water en rail gewoon een onderdeel uit gaan maken van het transport van A naar B. Lean & Green synchromodaal kan daar een bijdrage in leveren als bindende factor en als facilitator. Zij zijn in staat om partijen samen te brengen. En daar waar ideeën zijn en volume nodig is, of waar volume is en ideeën nodig zijn, te zorgen dat de juiste partijen om tafel komen. Om zodoende nieuwe concepten voor de markt en voor de toekomst te kunnen ontwikkelen.